Gemeente, lezen wij twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Matteüs 4 en 5. We lezen vanaf Matteüs 4, vers 12 tot en met hoofdstuk 5, vers 12. Matteüs 4, vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de valken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover uit Matteüs 4 en 5, gemeente, lezen we nog enkele versen uit Johannes 3. Het begin van Johannes 3.
Johannes 3, en er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Tot zover de schriftlezing. Dat is het verhaal van een crimineel, een misdadiger, Mickey Cohen. Je zult wel nooit van hem gehoord hebben, ik ook niet, voordat ik dit verhaal las. Maar dat was een beruchte misdadiger. En die zat zomaar ineens in een evangelisatiebijeenkomst. Er was een evangelisatiebijeenkomst geregeld, opgehouden, overal uitnodigingen, onderdeel van een hele evangelisatiecampagne. En daar zat ineens Mickey Cohen, het verhaal vertelt niet hoe hij daar terecht kwam. Maar die leiders van die evangelisatiebijeenkomst, die dachten, wat zou dat mooi zijn en geweldig in het belang van het koninkrijk van God, wanneer er nou zo'n beruchte crimineel de Heer Jezus zou leren kennen. Wat zou daar een geweldig getuigenis van uitgaan in deze wereld. En ze hebben Mickey Cohen eens even apart genomen en hebben met klem het evangelie aan hem verkondigd. En hoewel hij eerst afstandelijk bleef aan het eind van die evangelisatiecampagne, zo gaat het verhaal, heeft Mickey Cohen zijn leven overgegeven aan het evangelie, aan de Heer Jezus Christus, toen het evangelie verkondigd werd uit Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ieder die mijn stem hoort en de deur opendoet, ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. Toen dat woord gepredikt werd, toen werd Mickey Cohen, zo gaat het verhaal, geraakt en hij gaf zijn leven over aan die Jezus Christus. Een geweldig moment was dat, dat kun je begrijpen. En iedereen was daar verheugd over in die evangelisatiebijeenkomst. Zo'n crimineel die nu anders geworden was. Ja. Maar toen, er gingen dagen voorbij en er gingen weken voorbij. Maar het leven van Mickey veranderde voor geen zier. En die evangelisten die vroegen aan hem, hoe zit dat nou met jou? Je hebt je hart en je leven aan de Heer overgegeven en je gaat op de oude voet verder. Hoezo? Zei Mickey Cohen. Zijn antwoord was, er zijn christelijke voetballers, er zijn christelijke cowboys, er zijn christelijke politici. Er kunnen toch ook gewoon christelijke gangsters zijn. En dan kun je er wel om lachen. En dat kan er wel absurd klinken. Maar hoe vaak lijkt dat de praktijk te zijn? Dat mensen belijden christen te zijn en ze leven gewoon op de oude voet verder, zonder dat er iets veranderd is in hun leven. Mensen doen belijdenis van hun geloof, maar alles kan ermee door. Mensen leggen een trouwbelofte af voor in de kerk. En als ze zien hoe ze mee omgaan met hun vrouw. Mensen dopen hun kinderen voor in de kerk en beloven zoveel. Maar er komt niks van terecht.
Zijn dat wel christenen? Als je nou eens kijkt naar die bergrede, naar die preek, die uitvoerige preek die de Jezus Christus gehouden heeft. En ik ga er maar een beetje vanuit dat we wel ongeveer weten wat daarin staat. Maar heel die bergrede, die wijst ons toch, gemeente, op een totale verandering wanneer we de Heer Jezus Christus leren kennen in ons leven. Pak even het verband waarin die bergrede, die preek staat. Als je zo het begin van het Matthäus-evangelie leest, dan lees je natuurlijk eerst over de geboorte en zo. U kent dat allemaal wel. En dan is de Heer Jezus Christus op leeftijd gekomen en dan wordt hij gedoopt en vervolgens wordt hij de woestijn ingeleid en verzocht door de duivel. En dan begint hij zijn prediking en dat gedeelte dat hebben we ook met elkaar gelezen. Het is eerst Johannes de Doper die hem aankondigt, die predikt het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En dan is het moment dat Johannes de Doper gevangen wordt genomen, die wordt overgeleverd. En dat lijkt dan wel het signaal te zijn voor de Heer Jezus Christus om het over te nemen. En dan lees je exact hetzelfde dat Jezus vervolgens het evangelie predikt van de bekering tot het koninkrijk der hemelen. Het koningschap van God is aangebroken met de komst van Jezus Christus. En vervolgens wordt dat koningschap van Jezus Christus ook zichtbaar gemaakt wanneer hij discipelen roept, mensen roept vanuit de duisternis tot dat wonderbaarlijke licht van dat heerlijke koninkrijk dat de Zoon des Mensen bekend maakt, waarvan hij de koning is. Hij roept zijn discipelen. Vervolgens kun je zeggen, presenteert hier Jezus Christus ook de macht van dat koninkrijk. Wanneer hij overal zieken geneest. Mensen die verlamd zijn, worden opgericht. Nou fijn, we weten de wonderen en de tekenen die hier Jezus gedaan heeft. En zelfs demonen die hij uitwerpt. Jezus Christus, gemeente, bevrijdt mensen van de banden die hen vasthouden, bevrijdt hen van de banden van de zonde, om hen te herstellen naar het doel wat God zich voor hen gesteld heeft, namelijk hem te dienen, te leven in zijn koninkrijk. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Jezus proclameert dat. En overal komen mensen vandaan. Uit al de landstreken lezen we. Honderden, duizenden mensen. En dan lezen we dat hij de berg opgaat. En daarbij moet je dus denken aan de noordelijke, noordwestelijke oever van het meer van Galilea. Die plek daar, ja, daar kun je vandaag nog komen. Daar hebben ze een mooie kerk ook gebouwd. Kerk van de Zaligsprekingen. Achteraf blijkt dat die kerk dan toch weer niet helemaal op de goede plek staat, want het is net een stukje verderop geweest, waarschijnlijk. Maar goed, daar op die heuvels, in die bergen, daar heel concreet heeft de Heer Jezus heel veel gepreekt. En heeft hij ook deze preek gehouden. Vandaar ook de naam de bergrede, die je niet terugvindt in de Bijbel zelf. En dan lezen we dat hij dus die berg opgaat en dat zijn discipelen bij hem komen. Dus blijkbaar is daar een hele groep van die discipelen die dan bij hem komen, aan zijn voeten gaan zitten en vervolgens dat hier Jezus hen onderwijs geeft. Dat is natuurlijk fundamenteel voor discipelen, fundamenteel voor volgelingen van de Heer Jezus Christus, dat ze onderwijs ontvangen. Ze kregen uitleg over het koninkrijk van God. Want zij, zijn volgelingen, zijn discipelen, moeten straks dat evangelie zichtbaar maken en weer uitdragen en uitleven. Discipelen. En u weet dat dat niet alleen geldt voor die 12 discipelen zoals wij dat dan kennen, maar dat dat uiteindelijk geldt voor alle volgelingen van de Heer Jezus Christus. Kijk, in het begin werden alle volgelingen van de heiland gewoon discipelen genoemd. Het is pas later in Handelingen 11 lees je dat, in Antiochië, dat daar de discipelen voor het eerst christenen werden genoemd. Maar discipelen zijn, kun je zeggen, christenen.
Jezus roept zijn discipelen bijeen. En zegt, ik heb jullie getrokken uit die duisternis van de zonde tot het licht van het evangelie. Straks moeten jullie dat evangelie zichtbaar gaan maken, dat koninkrijk uit gaan dragen in deze wereld. Kom zitten aan mijn voeten. Nu zal ik jullie vertellen hoe dat koninkrijk eruit ziet. Hoe er geleefd wordt in dat koninkrijk van God. En dan houdt Jezus zijn preek. En misschien is dat gemeente dan ook wel tegelijkertijd de meest bekende preek geworden van heel de wereld. Die bergrede die is goed beschouwd in heel de wereld, immens populair. Niet alleen bij gelovigen, maar ook bij ongelovigen. En als ik denk aan Mahatma Gandhi, u kent wel die Indiase vrijheidsstrijder die door geweldloosheid alles wilde doorbreken. Nou, die geweldloosheid, de wijze waarop had hij geleerd vanuit de bergrede. Mede ook door de schrijver Tolstoj, die ook enorm gefascineerd was door de bergrede. Maar het waren geen christenen en ze zijn het ook nooit geworden. En ook ongelovigen kunnen heel wat met die bergrede. En je kunt het soms zomaar horen van iemand die nergens aan doet en nooit in de kerk komt, dat hij zomaar ineens zegt, oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt. Ja, je kunt allerlei teksten natuurlijk te pas en te onpas gebruiken. Gelovig of ongelovig. Maar als je gemeente, als je werkelijk gaat zitten aan de voeten van die Jezus en je bent verlangen om de woorden van zijn koninkrijk te horen en je leest de bergrede van A tot Z door, dan zou je toch uitroepen, Heere, help mij, wie kan dit? Zo kun je toch niet leven? Je vijanden liefhebben. Begin er maar aan. Als ze je vloeken, moet je zegenend je handen op hen leggen. Geef je te doen. Als ze je door het hele dorp heen belasteren en je naam zwart maken, zegt Jezus, bidden voor ze. En als je een mep geeft op de ene wang, dan moet je zeggen, hier, ik heb er nog één. Hoe ga je dat doen, gemeente? Hoe werkt dat? Gemeente, dan moeten we natuurlijk goed beseffen. Als je het dan hebt over dat onderwijs wat Jezus geeft in deze bergrede. En al die woorden, die regels van zijn koninkrijk. En je laat het op je inwerken. Dan moet je goed begrijpen dat dat nieuwe leven binnen dat koninkrijk van God niet iets is waartoe ik mijzelf moet gaan opwerken. Dat ik zelf moet opklimmen in zo'n graad van heiligheid dat ik dat allemaal kan volbrengen. Gemeente, het moet in de eerste plaats van boven naar beneden komen. Het vraagt een nieuwe bron van leven waaruit je gaat leven en waaruit je het ontvangt. Het vereist, gemeente, allereerst dus ten diepste een binnengaan in dat koninkrijk van God waar Jezus hierover spreekt. En dan moet je even dat uitstapje maken naar Johannes 3, wat we gelezen hebben. We kennen die geschiedenis ook wel. Nicodemus die midden in de nacht bij Jezus komt. En als je probeert die verschillende gedeelten, zowel uit het Johannes-evangelie als uit het Matthäus-evangelie, chronologisch naast elkaar te leggen, dan kun je ervan uitgaan dat dat gesprek met Nicodemus al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden dan dit onderwijs wat Jezus geeft hier aan zijn discipelen.
Het is van meet af aan dat Jezus gepredikt heeft het koninkrijk van God, maar ook de wijze waarop je dat koninkrijk van God binnengaat. En dat is de boodschap die hij daar meegeeft aan Nicodemus. Beste Nicodemus, het koninkrijk van God, dat heb je nodig. En hoe kom je dat koninkrijk van God binnen? Door een nieuwe geboorte. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Twee teksten verder. Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan kun je proberen al die regels van Jezus in de praktijk te brengen. En dan kun je er ongelooflijk hard voor werken om te doen wat hij gezegd heeft. Maar het blijft ten diepste allemaal nutteloos. Gemeente, deze preek, deze bergrede die er Jezus Christus gehouden heeft, die handelt over een verandering in mijn leven, die de wortels van mijn bestaan raakt. Die bergrede die maakt duidelijk hoe het evangelie van het koninkrijk van God, van Jezus Christus, gemeente, alle hoeken en gaten van uw, jouw en mijn leven binnentrekt. En hoe het alle kamers van ons levenshuis doorgaat, ontdekkend aan zonde en ongerechtigheid. Maar ook vergevend, helend, genezend, vernieuwend, reinigend en veranderend. En ons zo wil vormen, van daaruit wil vormen naar het beeld van Christus. Deze preek van Jezus, gemeente, is niet iets van dit moet je doen en je zult zalig worden. De bergrede betekent, zo ziet het koninkrijk onder de heerschappij van Jezus Christus eruit. Dit is het nieuwe leven. En wie leeft vanuit Christus offer, mag hieruit leven en hiermee aan de slag. Het is geen kwestie van dit moet je doen en je zult gered worden. Het is, je bent gered, kom nou eens zitten aan mijn voeten, dan zal ik je leren hoe je leven mag. En dit is de wijze waarop Jezus je wil laten lijken op hemzelf. Het is dus, gemeente, zou je kunnen zeggen, het is dus meer een zijn dan een doen. Het is geen prestatie, maar het is leven uit gratie. En dan is het een vreugde, gemeente, voor zijn discipelen een voorrecht, een geweldig voorrecht om onderwezen te worden door Jezus Christus, om te leven uit zijn onpeilbaar diepe liefde en zijn genade. En zoiets van de praktijk van zijn koninkrijk, van de rijkdom van zijn koninkrijk, in de praktijk van het leven te mogen uitdragen. Je zou kunnen zeggen, gemeente, in de bergrede gaat het om de vruchten van het nieuwe leven. Het maakt zichtbaar dat Jezus Christus je eerste liefde is. Dat hij het voor het zeggen heeft. Door dat transformerende werk van Jezus' woord en zijn geest ontstaat een ander leven, een andere identiteit, gemeente. En als je daar nog niks van af weet, heb je een groot probleem met je schepper. Nog altijd hetzelfde oude probleem. Nog altijd de oude Adam.
zonde ontvangen en geboren. Maar is Jezus je redder geworden? Val je door het geloof hem te voet? En je met het pak van je zonde aan zijn voeten gaan zitten? Om die onpeilbaar diepe liefde en genade te gaan ontdekken. Dat hij straks zijn eigen leven er zelfs voor moet geven en voor wil geven. Om jou te bevrijden van je zondelast. Dan word je als zijn kind aangenomen. En dan zegt Jezus, ga nou eens zitten aan mijn voeten. En luister. En drink. Drink, drink van het levende water, om niet. Iemand vatte het zo mooi samen, gemeente. Het gaat eigenlijk in heel die bergreden, gaat het om vervuld zijn en vervuld worden. Jezus heeft de wet vervuld. Heeft aan de eis van Gods gerechtigheid voldaan. Hij heeft de wet vervuld. En vervolgens heeft hij zijn discipelen gevuld. Gevuld met zijn overvloedige gerechtigheid. Met zijn onpeilbaar diepe genade. En daarmee, gemeente, daarmee wordt je leven anders, toch? Leven onder de heerschappij van koning Jezus. Leven vanuit zijn liefde, dan wordt je leven toch anders. Toch totaal anders. En dat wil niet zeggen, gemeente, dat je die verandering in één moment moet merken. Want heel velen worden van jongs af aan al geleid. Maar je leeft anders dan anderen. Anders dan de wereld. Gemeente, het is een drama. En helaas zie je dat zoveel om je heen. En het lijkt wel of je dat steeds meer hoort. Maar het is een drama wanneer christenen denken dat ze op de wereld moeten lijken. Om bij ongelovigen aan te kunnen sluiten of zoiets. En dat christenen zeggen, ja, maar ach ja, eigenlijk zijn wij niet zoveel anders dan jullie ongelovigen. Wat is er voor een idee, gemeente, dat wij denken als christenen dat we zoveel mogelijk tegen de wereld moeten aanschurken? En het is een nog veel groter drama als ongelovigen tegen ons zeggen, oh, jullie zijn eigenlijk helemaal niet anders dan wij. Ik lees dat niet in de bergreden, ik lees dat nooit in het Koninkrijk van God. Misschien dat dat ook wel het probleem was van Mickey Cohen, waar ik de preek mee begon, van die misdadiger, die crimineel. Och, je hebt nou eenmaal allerlei soorten christenen. Je hebt christelijke voetballers en christelijke cabaretiers en christelijke punkers. Waarom ook geen christelijke gangsters? En natuurlijk, gemeente, dat doet er niks van af. Natuurlijk kun je midden in de wereld beroepen uitoefenen waarvan je zegt van kan dat wel? Dat weet, ga ik allemaal niet over, dat doet er niet toe. Maar het evangelie maakt ons duidelijk. Wanneer wij het eigendom zijn geworden van Jezus Christus door zijn offer, door zijn bloed, losgekocht van de zonde, dan verandert dat jouw leven. En als het niks betekent voor jouw leven, moet je het echt nog eens nakijken of het echt gebeurd is. En dat betekent ook dat er vervolgens onderwijs komt vanuit Christus, dat de verlangen is om steeds meer onderwijs te ontvangen van die heiland, opdat je meer en meer naar zijn beeld gevormd kunt worden. En ja, natuurlijk, en er wordt ook wel eens gezegd van ja, maar christenen zijn toch eigenlijk ook niet beter, zijn toch eigenlijk ook niet beter dan ongelovigen, we zijn toch allemaal zondaren. Ja, en als dat tegen je gezegd wordt, dan zijn er ook al heel veel die hebben eigenlijk al geen antwoord meer. Ja, we zijn toch allemaal zondaren. Wat moet je dan zeggen? Ja, wat je dan moet zeggen,
Dat weet je toch wel. Als je leeft vanuit een andere bron. Als je zit aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En je weet van dat nieuwe koninkrijk. Dan heb je toch een boodschap. Van een bron buiten jezelf. God zelf. Zijn genade, zijn liefde, geopenbaard in de koning van zijn nieuwe rijk. Wanneer we hem aanvaarden, gemeente, als de verlosser door de Heilige Geest, dan ga je hem lief krijgen. En dat is het begin van je verandering, van je gedachten, van je levensinhoud, van je wil en je doel, de Heer. Gemeente, deze preek van Jezus, die de hoofdstukken 5 tot en met 7 beslaat van Matteüs Evangelie. Deze preek van Jezus wil je leren te leven uit de volheid van Christus. En van daaruit te delen met anderen. En dan moet je elke dag ontvangen van hem. Iemand vergeleek het wel met van die trolleybussen. Van die trolleybussen, die heb je niet in Groot-Amers. Die heb je in Heerdeveen ook niet. Maar zoals in Arnhem en zo, daar rijden ze wel. En in Nijmegen volgens ook, ik weet niet precies. Maar van die trolleybussen, wat is een trolleybus? Een trolleybus die heeft geen motor, die heeft geen accu, die heeft geen benzinetank. Wat die heeft, dat is een beugel. Een beugel die aangesloten is, die tegen de elektriciteitsdraad aanhoudt. Daar vandaan ontvangt hij zijn stroom, zijn kracht. En vervolgens rijdt hij door de stad. Een christen is iemand die voortdurend is aangesloten. Voortdurend zijn contact zoekt met boven. Met de Heer Jezus. Zittend aan zijn voeten. Kom, zegt Jezus. Laat je onderwijzen van mijn genade. Verlang je niet naar om zo deel uit te maken van dat koninkrijk van hem. Zo, zegt Jezus, ziet dat koninkrijk van mij eruit. Luister. En dan gaat hier Jezus dat allemaal duidelijk maken. Met allerlei woorden, met beelden. Zaligsprekingen, gemeente, die we hebben ook gelezen, die gelijk al duidelijk maken dat we het niet in onszelf hebben, dat we het niet van onszelf moeten doen en onszelf moeten opwerken. Nee, het gaat er juist om dat we kleiner worden, dat we steeds minder van onszelf aan de orde stellen. Toch? Zaligsprekingen maken juist duidelijk datgene wat je bent in hem, verbonden aan hem. Die nieuwe identiteit in Christus. Het grote geluk is je deel. Zalig ben je omdat je deel hebt aan dat leven met hem. Zalig ben je omdat hij je opnieuw geboren liet worden. Denk alleen maar aan die eerste zaligspreking, gemeente. Zalig zijn de armen van geest. Dat betekent niet dan wanneer je geestelijk maar arm bent of niet intelligent bent of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar arm wijst je op de ontlediging in jezelf. Als je van hem de genade ontvangt, word je ontledigd in jezelf. Ga je het steeds minder van jezelf verwachten. Word je zelf steeds armer. Maar die heiland steeds rijker. Zijn koninkrijk steeds heerlijker. En zijn genade steeds overvloediger. Dat raakt juist, gemeente, ons probleem. De zondeval waarin wij onafhankelijk zijn gaan leven. Nieuw leven betekent je eigen onafhankelijkheid opgeven. Als een trolleybus onafhankelijk door de stad wil rijden,
Zonder zijn beugel tegen die draad aan te houden, nou, hij komt niet ver. CQ geen centimeter van zijn plek. Als wij leven willen zonder die Jezus Christus. Maar in die afhankelijkheid van hem, door het geloof, verbonden aan hem, ontvangen we leven. En schenkt hier Jezus ons genade en de nieuwe regels van zijn nieuwe koninkrijk. Nieuw leven. Dat is leven, gemeente, in zijn koninkrijk. Het is dus een beweging van anders zijn, een anders worden, een anders leven. Kom, zegt hier Jezus, kom erbij zitten en ik zal je onderwijzen. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hen eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan. Dat is het zitten aan zijn voeten. Een gemeente, daar blijf je mee bezig natuurlijk. Om van daaruit dat leven in de praktijk te brengen, wat Jezus ons allemaal duidelijk heeft gemaakt, daar blijf je mee bezig. Je hele leven, maar het is vervuld. En jij mag gevuld worden. Kom, zegt hier Jezus. Ga zitten aan mijn voeten. En dan, gemeente, dan komen er allerlei voorbeelden. Je zou ze vandaag allemaal na kunnen lezen. Waarin hij ons schenkt van zijn genade. Wat ik net al zei, bid voor je vijanden. Hoe kan dat? Riep iemand uit. Dat kan ik nooit. Bidden voor mijn vijanden. Totdat hij Jezus zag en hoorde aan het kruis van Golgotha. Biddend voor zijn vijanden. En ontdekte dat hij zelf van nature een vijand was. Verzoend met Christus. Dan wil Jezus je te leren om te doen zoals hij. Bid voor je vijanden. Ken je iemand waar jij een verschrikkelijke hekel aan hebt? Of een beetje minder hekel, mag ook. Zou je vandaag dit doen voor hem? Leg hem voor Jezus neer. Concreet. Zoals die man die altijd maar druk was. En nooit tot rust kwam, zelfs in de kerk niet. En totdat hij ontdekte wat het betekende dat Jezus zei, ga nou je binnenkamer eens in. En doe de deur op slot. En kom eens bij mij. En bid. En bid. En wees stil. En er kwam rust in zijn leven. Of een jongere die altijd misleid werd door van alles wat hij zag. Die smartphone, die onreine beelden die 's nachts nog door zijn hoofd heen spookten. En die kon er niet los van komen. Totdat hij Jezus hoorde spreken. Als dan je rechteroog je doet struikelen, ruk het uit. En zijn ogen gingen zich richten op andere dingen. Goede beelden. Woorden van de heiland. Zodat die steeds meer zijn leven binnendrongen. En hem steeds meer lieten zien van Christus' genade. En de vrede kwam. Jezus zegt, laat mij je onderwijs geven in dat koninkrijk van God.
daar houden we niet van haat, van afgunst, van onreinheid, maar van mijn Vader in de hemel en van zijn goede woorden, heilige woorden. Een strijdgemeente zal er blijven hier op aarde. Maar luister naar hem die zijn leven gaf om te bevrijden. En besef, wanneer je bij hem komt en dat onderwijs ontvangt. Nee, je hoeft niet gelijk in groep 8 te beginnen met onderwijs. Dat doet geen kind die naar school gaat. Ze gaat maar zet eenvoudig je treden in zijn spoor. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profeten en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Amen.